Welkom. Jullie hebben een grote gezamenlijke geschiedenis, daar komen we straks op. Maar ik wil eventjes met Remy terug naar het begin. We hebben net 5 of 6 vingers gezien in de zaal van mensen die er in 72 bij waren. Jij was daar één van. Ja. En daarvoor was je ook al actief. Even voor die 72, wat vrat jij toen allemaal uit? Oh, een heleboel, maar het belangrijkste, ik zal het kort samenvatten. Het Centraal Actiecomité Rijnmond hebben we opgericht. Het was stank en stof en tering zo in Rijnmond. Zelfs de werven die staakten omdat de lassers geen lucht meer hadden. En toen zijn we in actie en er waren wat comiteetjes, wat verenigingen, waar die hadden stopte bedrijven, want ze stinken en zo. En wij dachten, ja, dat gaat niet goed. Dus we hebben in Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, Den Briel, Rotterdam comiteetjes opgericht. En we gingen naar de bedrijven toe, waar we de mensen in de bedrijven vertelden, die bedrijf moet niet weg, maar het is te gek voor woorden dat je jezelf en je familie, want ze woonden allemaal in hetzelfde gebied natuurlijk, uit moet gassen voor een droge boterham. En dat sloeg aan. En toen hadden we in een vrij korte tijd eigenlijk een heleboel contacten in de bedrijven, zodat de directeuren, CEO's heet het nu, hè, dus die zakkenvullers, die waren eigenlijk een beetje bang van ons aan het worden. Zag jou niet graag komen? Nee, want wij wisten meer wat op de wijkvloer gebeurde en fout ging dan zij. Maar je kwam toch nooit via de voordeur binnen daar? Nou, we stonden aan de poort. Ja, maar als maar je, later, als je... maar dat is weer... Dat schuift op in de tijd dat ik bij het milieualarmteam zat. En ook daarvoor wel als Kamerlid. Dan weet je, als je wat wil weten wat er in het bedrijf gebeurt, dan moet je dus aan de achterpoort naar binnen gaan. En dan hoor je van de mensen wat er los is. En als je aan de voorkant de directeur tegenkomt, hoor je niks. Dan is alles koek en ei. Zo maar werkt dat toch? Je zat in dat actiecomité, die CAR. Ja. Wat maakte nou dat je bij die SP kwam? Nou, je had toch dat actiecomité ook gewoon voort kunnen zetten zonder die relatie met de SP? We hebben natuurlijk een heleboel acties gevoerd met dat CAR. Ook met buurtbewoners. Ik zal een voorbeeld geven. We kregen een bericht uit een bedrijf, anoniem door de telefoon, dat ze achter het hekje DSM, staatsbedrijf, dat die met een slangetje ontzettende stinkende kleren zo loosde in een soort niemandslandje. Dus wij er naartoe, in emmertjes meegenomen, en met een aantal mensen uit de omgeving, uit Schiedam en Vlaardingen, hebben dat op de stoepen van het stadhuis uitgespreid. Met bordjes erbij, pas op, het stinkt en het is gevaarlijk enzovoort. Daarmee, met dat soort acties, kwamen voortdurend in de krant. En die oprichters van de SP, de KPNML'ers, de Marxisten, Leninisten, weet ik veel. Maar bedoel, die lazen dat ook. Die dachten, hey, die club van poppen, die doet dat goed, joh. Dus ik kreeg daar Monier en Koos Verzomeren thuis. En die zei, joh, wil je niet bij onze club komen? Nou, zo is het gekomen. Zo is het gegaan, zo is het gegaan. Oké. Ja, fantastisch. Ja. Jij bent later bij de SP gekomen. Kijk, Remy heeft nou een mooie aanleiding. Die was actief, deed van alles en die is gewoon binnengehaald eigenlijk. Zo. Een soort transfer was dat. Heb je er ook nog aan verdiend? Nee. Nou, maar. Vreselijk. Wat was voor jou de aanleiding ooit is om bij de club te komen? Jeetje, op de middelbare school in Zutphen. Ja. Daar was een leraar maatschappijleer en daar ging het over de maatschappij. En die had dus van alle politieke partijen boekjes bij zich en ook van de SP. En zo is het eigenlijk gekomen. Toen was in mijn hoofd en in mijn hart, dacht ik, ja, toen ik dat las, dat is het. Dat ging, ik geloof dat het boekje Het Roer Moet Om was, maar ik denk het, rond die tijd. En toen ben ik gaan studeren en in mijn hoofd en mijn hart was ik het al, maar ik deed daar nog niet zoveel mee. En in Nijmegen kwam ik met de SP in aanraking ook. En toen dacht ik, ja, nu moet ik ook maar eens wat gaan doen. Je voelde je thuis? Ja, voelde me onmiddellijk thuis. De laatste druppel was wel, dus het verhaal wat ik altijd vertel, omdat het de waarheid is. Ja, natuurlijk. Ja, graag. Dat is dat ik, nou, ik studeerde gezondheidswetenschappen en ik kreeg in mijn colleges ook over de sociaal-economische gezondheidsverschillen te horen. En ja, toen dacht ik wel van ja, maar als armoede zoveel betekent voor je gezondheid, waarom doet dan niemand daar iets aan? En dat is bij mij de omslag geweest van het is leuk als je alleen in je hoofd dingen bedenkt en als je alleen theoretisch leest en leert hoe het in elkaar zit, maar vervolgens moet je er ook iets mee doen. En dat is de reden waarom ik uiteindelijk ook actief ben geworden. Het is wel interessant overigens. Jij komt zeg maar, vanuit, zwaar te zeggen, je universitaire achtergrond, je studie die je gedaan hebt, kom je erachter van, hé, het zit aardig scheef, ik moet wat doen. En jij hebt de lagere school afgemaakt, geloof ik. De basisschool, die helemaal afgemaakt. Helemaal afgemaakt.
En je hebt van Melkmeer Mans, heb je ook een diploma, toch? Dat zou kunnen. Nee, ik heb een diploma veilig verkeer of zoiets. Ja, veilig verkeer. Met de fiets. Ja. Ja. We hadden het net over, Vrona had het net over met zijn gasten over dat leren in de praktijk. Ja. Jij bent iemand die helemaal vanuit die andere kant komt. Dat vind ik overigens ook het fantastische binnen de SP, hè? Dat gewoon, dat kan. Dat vind ik zo mooi. Nou goed, persoonlijke vertel eens. Daar hebben we wel andere voorbeelden van. Maar jij komt van die andere kant. Dat gaat. Wat bedoel je? Dat leren in de praktijk. Ja, toen ik in de kamer zat voor ze wat ik gestudeerd had, dan zeg ik, studeer nog steeds, joh. Ja. Ik bedoel, elke dag leer je toch? Maar ik zeg tegen mijn kleinkinderen wel, je moet je studie afmaken, hoor. Dan. In die zin is het ook een generatieding, hè? Ik bedoel, in mijn generatie ging je studeren en dat maakte je ook af. In de jongere in de tijd, in de jaren 60, was dat natuurlijk allemaal, de hele omgeving was anders. Ja. Dus in die zin kun je ook zeggen dat ik in mijn omgeving in de jaren 80, 85 tot 89 op de universiteit, nou, daar was ik wel een buitenbeentje, kan ik je vertellen, met mijn opvattingen. Dus dat was ook een hele andere tijd. Mm-hmm. En dat maakt ook het verschil. Want ja, over de manier waarop je over dingen nadenkt, toen ik bij de SP kwam, en zeker ook toen ik naar de Tweede Kamer kwam, maar ook in mijn tijd met Willem Bouwman in Doesburg, ik kwam onder gelijkgezinden. Of je nou de lagere school niet afgemaakt had, of op de universiteit had gestudeerd, dat maakte helemaal niet uit. Ja. Je dacht over de wereld, en je wilde de wereld veranderen, en je wist ook, had wel ideeën over hoe dat moest. Is dat volgens jullie mening wel iets unieks binnen de partij, binnen de SP? Zeg maar dat je op zo'n manier met elkaar omgaat. Ik bedoel, we hebben het allemaal het idee, en het blijkt ook wel uit onderzoeken, dat zeg maar, die politieke mensen die in de politiek gaan, allemaal vrij hoog op de maatschappelijke ladder staan, goede banen gehad hebben, goede opleidingen gehad hebben, terwijl dat hier niet speelt. Nee, ik denk het wel dat meespeelt. Ik kan me ook herinneren, er kwam eens een schoolklasse, die kwamen dan in Den Haag, die deden we dan rondleiden en zo. En er was altijd wel een van de jongens of meisjes die zei, ja, wat moet ik nou doen om ook politicus te worden? Ik zeg, nou, je moet om te beginnen vooral nooit denken, ik wil politicus worden. Je moet bedenken, hoe zit de wereld in elkaar, wat vind ik daarvan en wat zijn manieren om dat te veranderen. Dus het feit dat jij nu denkt, welke carrière moet ik opgaan om in de politiek terecht te komen, is al een manier van denken. Want ik denk, dat creëert niet de beste politica of politicus, hoe zeg je het? Dus dat, het is geen carrière. Het is een manier van leven en het is een manier van in de wereld staan. Als iemand zegt dat hij graag politicus wil worden, dan moet je heel goed nadenken wat hij bedoelt. Dat is meestal een baantje. We hadden net met die jongen vroeg gewoon van Raak, wat is dat eigenlijk, dat socialisme? Hoe voel je je socialist? Waar komt dat vandaan? Is dat genetisch bepaald? Heeft dat te maken met je opvoeding? Wat is dat voor jullie? Er zit iets van de empathie in, of niet tegen onrecht kunnen, of je inzetten voor een betere samenleving, wat op duizend en één manieren kan. Waar zit dat in? Was het simpel. Ik kwam uit een linkse familie. Ik had een oom, de broer van mijn vader, die was een radencommunist. Een hele radicale, die heeft tot zijn dood ertoe zitten stenselen. Met allemaal teksten hoe het beter moet in de wereld. Waar al lang printers waren, maar dat doet hij niet. En zijn zoon, mijn neef dus, was nog lid voorzitter van de Partij van Arbeid, Stan Poppen. Mijn vader was een echte sociaaldemocraat, dus ik kwam uit de linkse club. Mijn vader had ook zo'n gebroken geweertje hier, maar hij liet me wel een dienst aan dat ik zo de tering uit het raam heb gegooid. Maar goed, ik heb daar toch, de marine was dat behoorlijk lastig gemaakt in die 21 maanden. Maar dat speelt een rol, dat je erover nadacht en hoorde en overhoorde praten, discussies tussen mijn vader en zijn broer. Maar eigenlijk is het echte dat je ziet. Ik zal één voorbeeld geven. Er waren de havenstakingen. Ik was 74. 12 jaar. Nee, helemaal in het begin. Net na de oorlog. Er werd gestaakt, onder leiding van de CPN, om de bananen niet te lossen van Spaanse schepen. Fascistisch Spanje, Franco. En op het pleintje waar ik met mijn buurjongetjes en meisjes voetbalde en speelde, daar kwamen de arbeiders die staken bij elkaar en dan ging de politie met de motorfiets en de lange lat op in. Dat dacht ik, godverdomme, die gasten hebben hartstikke gelijk, joh, die klootzak in Spanje. En, dus toen dacht ik al, dan ben ik een beetje van, hier moet er wat aan gebeuren. Ik denk dat ik 12 jaar was, kan je nagaan. Ja. En toch was het gisteren, hè? Ja.
Ik denk dat het, zo vertellen we het ook altijd volgens mij, het is het hoofd en het hart. Ja. Want je zei net, je hebt gestudeerd, hè? Ja, dat is zo. Maar ik werd al SP'er toen ik 15, 16 was. Mm-hmm. Ik heb wat minder van mijn huis meegekregen. Hoewel ik er pas recent achter gekomen ben dat zowel mijn opa als vader CPN'er was. Maar dat wist ik tot voor kort niet eens. Maar ik heb het van huis uit niet meegekregen. Maar ik heb natuurlijk wel de waarde meegekregen. Vervolgens is het niet mijn academische opleiding, maar wat ik om mij heen zag. En je moet die ogen hebben. Je moet het willen zien. Je moet willen zien hoe de wereld in elkaar zit. En dat maakte, met het, dat is het hart. Dat je ziet, het is ongelijk, het is oneerlijk. En met je hart wil je er iets aan doen. En je hoofd, toen ik dat boekje op de middelbare school ging lezen. Hey, er zijn mensen die hebben erover nagedacht. Het hoofd zegt, het kan anders. Dus het hart zegt, ik wil dat het anders is en dat het eerlijk is. Mijn hoofd zegt, ja, maar dat kan ook. En vervolgens gaan je handen en voeten gaan zorgen dat je actie voert dat het ook gebeurt. En ja, dat, het is de combinatie van die drie dingen, denk ik. Nou, dat is mooi gezegd. Ja. Je kan het in verschillende periodes kan je de SP ophakken. Maar er is wel een belangrijk moment in 1994. Remy, jij weet er alles van. 72 opgericht, keer of 4, 5 meegedaan aan landelijke verkiezingen. Nooit de kiesdrempel gehad. Waarom bestond de partij nog in 1994? Nou, het gaat dus, het belangrijkste deel van de partij, dat was vanaf 72 tot 94, dat is 22 jaar. Een heleboel van die foto's en die beelden die voorbij zijn gekomen, toen hadden we geen mobieltjes, geen internet. We hadden een stencilmachine, daarachter staat nog een stencilmachine, er zat er een tekstshop, heb ik erop. En ik reviseerde die dingen, want de afdelingen lieten ze kapot gaan en ik maakte ze weer. Dus zo'n 10 per week werden we aan elkaar helemaal zwart. Daarna naar de gemeenteraad, en daar zat ik ook nog in, dus met die zwarte klauw. Maar, dus wilde je mensen benaderen, moest je ze naar ze toe. Je kon ze niet, zoals nu, via WhatsApp en Facebook en Twitter en TikTok, weet ik hoe het dan heet, benaderen. Je moest er naartoe. En als je iets wilde weten hoe het zit, dan moest je of naar de bibliotheek of boeken opzoeken of deskundigen zien te vinden en die bellen en ze naar ze toe gaan om te vragen hoe het zit. Wat is dit? Ging om de chemische industrie. Dus ik had op een gegeven moment hadden we chemici ook in het comité. En zo, doordat je als partij, als men de mensen moet en het 22 jaar volhoudt, daarom zijn we in 1994 in de Kamer gekomen. Niet omdat ze goed waren, maar omdat de 22 jaar hebben volgehouden. En dat volhouden, nou daar gaan we straks over hebben, dat blijven we voortzetten. Ja. Maar ik bedoel dus het directe contact met de mensen. En ik kom straks nog met een plan, met een idee, met een gedachte. Schrijf het even op. Om dat plan. Met moderne middelen te doen. Kijk. Plan. Kijk. Plan Remy. Nou, net wat. Plan Remy. Is dat een... We houden een cliffhanger heet dat geloof ik, hè? Ja. Even één ding. Toen wij in 94 in de Kamer kwamen, ik eigenlijk plotseling, hè, want wie had dacht dat twee tegelijk, dus Jan, dat was oké, die had zich voorbereid. Ik absoluut niet. Kom ik daar in zo'n zaal met van die hooggeleerden. En wat ik snel ontdekte, dat heel veel hoogontwikkelde mensen heel veel weten van weinig. Hoor je dat, Agnes? Ja, het slaat niet op iedereen natuurlijk, maar dat komt voor. Maar toen kregen we bezoeken van afdelingen. En het was ergens in het begin 94, we zaten een paar weken in de Kamer, kwam uit Brabant, dacht ik, een afdeling. En dan kreeg ik een stukje huisvleit mee, als cadeau. En dan zei ze, Remy, zul je dat nooit vergeten? Ik heb het nog steeds. En dan zat op, arbeid is de bron van alle rijkdom. Ja, nou, ja, hier. Ja. Kan je inzoomen en het heeft al die jaren op een kantoortje in de Haag hangen en nu thuis. Ik kijk het, ik zie het. Vergeet het niet. Vergeet niet. Oké, 94, waren we beland. Partijen die bestaan nog steeds, dankzij wat Remy zegt, dat activisme, contact met de mensen. Geldt voor het hele land, hè? Niet alleen waar jij mee bezig was. Waren nee, al die afdelingen. Een piemeltje. En toen opeens het nieuwe hoofdstuk, 94, met twee mensen de Kamer in, Remy en Jan. En jullie werden toen gelijk geroepen, of jij? Ja, dat kan wel zeggen, ja. Van, ik werkte op de universiteit en Nijmegen. En meer mensen, geloof ik. Hans van Hoofd, jij moest Jan de Wit. Jan de Wit, die werd ook opeens nog meer. Nee, Ronald is van later datum. Want er waren mensen nodig. Ja, ze kwamen hier gewoon halen, hoor.
Ja, hè? Dat was echt... Dat was geen vraag, nee, ik was gewoon met een promotieonderzoek op de Universiteit in Nijmegen bezig. En Jan kwam gewoon, dat deed hij dus wel, hè? Jan kwam zelf naar Nijmegen en daar hebben we in de kantine, geloof ik, een broodje gegeten. Ja, er was gewoon geen spel tussen te krijgen. Jij gaat gewoon mee naar Den Haag. Ja, klaar. Ja. Maar ik denk dat ik er spijt van heb. Nee, geen seconde. Want ja, goed, ik was toen ook wel zover dat ik... ik zat overigens ook aan het partijbestuur, hoor. Dus ik was al redelijk dicht genaderd tot waar het allemaal besproken werd, hoe het allemaal moest. Het was ook vrij logisch om het te doen. Ik kan me nog wel herinneren, dat kwam ik in het gebouw en dan hadden we de eerste besprekingen van hoe gaan we dat nou allemaal aanpakken. Dat was voor ons natuurlijk wereldvreemd wat daar gebeurde. En toen zei Jan tegen Ineke Palm, jij gaat gezondheidszorg doen. En toen zei hij tegen mij, jij gaat binnenlandse zaken doen, nog een keer brengen. En jij wordt de medewerker van Remy Poppen. Jeetje. Nou, ja. Dat heb ik geweten. Ik zal je eerlijk zeggen, los van alles wat natuurlijk mooi is, dat je kan werken aan waar je voor gaat en waar je voor staat. Maar om met Remy jaren te mogen werken, ja, dat heeft mijn leven gewoon ook naast het politieke enorm verrijkt. Wij zijn ook dikke vrienden gebleven. Wij zien elkaar... Er niet eens grijs van geworden? Nee, jawel, dat kun je wegmoffelen. Oh. Ja. Nee, grijze haar heb je me af en toe wel bezorgd in die kamerdebatten. Maar het mooie is wel, we gaan elk jaar, ook elke zomer nog lekker varen met z'n viertjes dan. En hij zit nou ook weer vol verhalen en je gelooft het niet. We kennen elkaar al, ik denk nu 35 jaar. En hij, elk jaar hoor ik nog een verhaal wat ik niet kende. Nog nooit gehoord heb, ja. En dat gaat maar door. Ja. En dat is, ja, de man heeft zo geleefd en zo zich ingezet voor ons allemaal. Opa, vertel nog eens van Roer. Ja. een leerschool. Maar grijze haar heb ik wel gekregen van de debatten soms. Want dat... Vertel. Ja, goed. Ik probeerde dan natuurlijk dat op de beste mogelijke manier met onze analyses voor te bereiden. Dus dan gaf je Remy wat dingen mee voor het debat. Ja. En dan ging hij soms in één keer compleet andere kant op. En dan zat ik achter in die zaal en dan dacht ik... als dat maar goed gaat. En weet je, het ging... Altijd goed. Redden zich overal weer uit. Kan er ook niks aan doen. Nee. Jij noemde jezelf een Eskimo in de Sahara. Hè? Ik heb de teringenlange en vervelende zijkvergaderingen. Je moest er wel eens corveeën. En zat je... Een hele ochtend of een hele middag en had je 5 minuten spreektijd. En dan baalde ik van als een stekker natuurlijk. Zat ik ondertussen wel andere dingen te doen. Maar dat corvée hoort er wel bij. Dat is politieke handwerk. En ik denk dat dat voor een heleboel partijgenoten van belang is. Dingen die eigenlijk niet zo echt spannend zijn, die moeten toch ook wel gebeuren. Die moet je ook doen. Dat is eenvoudige politieke handwerk. Gewone dingen doen die... Nou, wat ik net zei vroeger, dan moest je een tekst maken op stencil typen. En dan moest je stencil, en dan scheurde een stencil, midden in de nacht meestal. En dan kon je het helemaal opnieuw typen, want je kon ze nog niet eens inbranden. Later kon je ze inbranden en dan kon je gewoon die oude tekst op, dan had je weer een nieuw stencil. En dat is corvée, dat je het ook om 's avonds om 11:30 je stencil scheurt en dat je dan opnieuw gaat zitten typen. Kijk, en dat is natuurlijk klote werk, maar dat doe je zonder tegenzin, want het ding moet klaar. Ja. Het gaat om de stencil, hè? Doorzettingsvermogen, denk ik dat we dat goed vast moeten houden. Ja, ik vind het wel mooi. Het gaat over stencil, is een metafoor. Ja, tuurlijk. Een stencilmachine en het die kapot gaat, dat is een metafoor. En dat, ik denk dat alle SP'ers dat wel voelen. We zijn doorzetters. Wij geven niet op, we zijn volhouders. Ja. Remy is zelfs ook nog weer teruggekomen in de Kamer. Ja, hij is even weg geweest. Ja. En in actie voelen is hij nooit... Nee, je komt niet meer terug. Nee, nu niet meer. Het zou best wel leuk zijn eigenlijk. Ja. In actievoer heeft hij ook nooit opgegeven. Dat geldt voor mij natuurlijk ook. En we zijn wel volhouders. En dat is wel mooi van het feestje vandaag. Er komen weer nieuwe kansen. Er komt weer nieuwe tijd voor de SP. En ik denk, dat volhouden is vooral nu aan de orde. We moeten vooral maar even, nu even dat volhouden toen jullie daar zaten. We hebben het net gehad over de hoogtijdagen van het neoliberalisme. Dat hebben jullie meegemaakt. Dat startte al ervoor in 1994. Bolkestein noemde Jan Marijnis, iedereen was neoliberaal behalve Jan Marijnis, dat geldt ook voor jou, dus behalve de SP. Dan is het ook volhouden. Ik bedoel, alles, ook ter linkerzijde, Partij van de Arbeid, GroenLinks, ging het, maar al het, weet je, de derde weg aan al die flauwekul.
je zat er als eenling bijna te vechten. Je kan ook zeggen, jongens, val dood allemaal dit, toch? Kijk, we zagen toen net in het begin van die schuivende panelen. Als we heen en weer gingen. Kennen jullie de schuivende panelen? Ja. Dat waren de sociaaldemocraten, de neoliberalen. Nee, dat was een schuivend paneel. Hier zag je onze schuivende panelen, die bleven alsmaar gelijk. Dat is toch een groot verschil. Althans, ze werden steeds beter, laat ik het zo zeggen. Ja, onder kok 1 en kok 2 was het lastig. Want alles wat nu eigenlijk teringzooi heeft veroorzaakt, dat zagen wij toen al aankomen. Als het ging om huisvesting, heb ik een verhaal gehouden. En als je dat nu leest, denk ik, godverdomme, had die poppen toch al gelijk. Want het is precies zo uitgekomen. We zeiden, ja, die directeuren die gaan marktconforme eisen stellen en salarissen ontvangen. En ze gaan verkopen en de huurders die hebben er geen reet mee te maken. Het huis wordt onder de kocht verkocht en dan wordt een dure koop. Dat zag je, kon je op je vingers natellen. Ik denk, ja, ben ik nou de enige die dat ziet? Maar nee, ik was conservatief en dit en dat, hè. Conservatieve socialisten, nou dat was vreselijk. En ik weet nog dat Vecht Kroonen, dus die late burgemeester van Leeuwarden, een hoge, die zegt maar, Remy, wij zijn marktsocialisten. Ja. Ik denk, ja, potverdomme. Dat is het. Ja. En toen dacht ik, kijk, nou zegt hij het zelf. Ja. Maar dat geldt ook voor jou. Je was op een gegeven moment, ik weet niet precies welk jaar het was, maar jij was de meest invloedrijke persoon, vrouw in Nederland op het gebied van volksgezondheid. Bleek uit een of andere enquête. Applaus. Ja, nou, dat vind ik ja. Een terugwerkende kracht. Ja. Maar toch, ondanks zeg maar, die status die je had en die positie die je had, zie je dat die hele zorg naar de klote gaat. Ja, nee, het is bijzonder frustrerend dat je. Het is natuurlijk aan de ene mensen zeggen, het is toch mooi dat je gelijk krijgt. Nee, hadden ze toen maar geluisterd. Dat is natuurlijk een gevoel wat je nu bijna dagelijks hebt. Ja. Maar daar schiet je natuurlijk niet zoveel mee op. Nee. En ik kom nu ook wel met veel mensen, bijvoorbeeld uit de zorg, nog steeds in contact. En ik hoor nu bijna overal waar ik kom, ja, je had wel gelijk. Je had wel gelijk. En we hebben toen ook, toen dat manifest uitgebracht, toen met de wijziging van het zorgstelsel van de zorg is geen markt. En ja, daar hebben we natuurlijk verschrikkelijk gelijk in gekregen. Dat niet de goede kant op is gegaan. Maar ja, het gekke is, ik ben daar wel optimistisch over in de zin dat er nu wel anders over nagedacht wordt. Maar laten we ons ook geen zand in de ogen laten strooien. Want we hadden toen gelijk, het is verkeerd gegaan. Maar we moeten nu wel alles op alles zetten om ook te zorgen dat we niet alleen gelijk krijgen, maar dat wat we toen wilden dat er niet gebeurde en anders moest, dat nu wel anders gaat. Want ik hoor ook net in het voorgesprek van het neoliberalisme is voorbij. Ja, omdat het modetechnisch even uitkomt om dat nu zo te zeggen, jongens. Ik ben daar niet gerust op. Als wij niet volle bak gaan, dan is het gewoon helemaal niet voorbij. Het is gewoon één grote poppenkast. Ik heb een paar jaar geleden voor het eerst Mark Rutte op televisie horen zeggen, ik ben helemaal niet voor marktwerking in de zorg. Het is heel goed dat er toen geen baksteen op mijn salontafel lag. Want die was echt door de tv gegaan. Ja, hij durfde het ook nog. Hij zei ook nog dat Nederland eigenlijk maar een socialistisch land was. Dat zei Rutte ook. Nee, en dat bedoel, is allemaal dat spel. Dat is ook zijn ruggen gaat. Hè? Ja. Nee, het is allemaal spel. Ik zeg nu wat uitkomt, dat zeg. Want dat is hoe er nou een beetje over gedacht wordt. Maar jongens, hij gaat niet veranderen. De meerderheid in de politiek nu die daar zit, gaat niet veranderen. Wij als mensen moeten samen die verandering afdwingen. En vooral nu volle bak daarvoor gaan. Maar daar ben ik even. Ja. Wat Agnes zojuist zegt, dat betekent dus dat de SP, handjevol leden ten opzichte van het geheel van de bevolking en een handjevol Kamerleden en andere mensen, die het verandering niet teweeg zullen brengen. Dus je zou al die mensen moeten doen die geen SP zijn, die de politieke uitspraak doen, ik doe niet aan politiek, wat natuurlijk een politieke uitspraak is. Die mensen moeten we zover krijgen dat ze, en daar ga ik het straks over, inzien dat er iets moet veranderen, dat het zo niet kan, dat ze niet moeten kanker op de regering, maar zelf de handen uit de mouwen kunnen steken, omdat ze hartstikke slim zijn. Een heleboel mensen die denken dat ze geen verstand van politiek hebben, zijn zeer verstandige mensen. En die moeten we kunnen mobiliseren. Wij kunnen het niet, we kunnen de aanjager zijn, we kunnen het aansturen. Maar de werkelijke kracht zal uit de mensen moeten komen die geen lid van SP zijn. Toch? Dat zei je toch? Ja, dat zei ik, ja.
Maar jij zegt, laat je niet in de maling nemen. Ik bedoel, het is een beetje de tendens nu van, nou, we hebben het allemaal fout gedaan en het is over en uit en de haarscheurtjes en weet ik wat allemaal. Maar jij zegt ook, het is poppenkast. Het is voor, het is poppenkast. Poppenkast en elke ideologische discussie wordt uit de weg gegaan. Ja. Het schijnt alsof het anders staat. En elke keer als ik ook Lilian, want dat doet ze fantastisch in de Kamer, dat ideologische debat en de echte afdwingen van verandering, die discussie aan wil gaan, de juiste dingen vraagt. Ja, nee, we moeten nu eerst het probleem oplossen. Ja, nee, daar gaan we het nu niet over hebben. Ik ben helemaal niet voor marktwerking. En iedere keer is een afleidingsmanoeuvre om die echte discussie van hoe zou het anders kunnen en wat zouden we daarvoor moeten doen, die wordt gewoon door de meerderheid onze premier voorop eerlijk gezegd, uit de weg gegaan. En wij moeten met z'n allen als mensen afdwingen dat nu die discussie wel gevoerd wordt, dat het echt anders kan. Los je daarmee ook mee op, of is dat ook een inzet dan om zeg maar, dat enorme wantrouwen wat er is richting politiek een beetje onderuit te halen? Want dat ik bedoel, het steekt mij verschrikkelijk, weet je, die overheid die maar heeft een hoop fouten gemaakt, maar dat meer dan de helft van de Nederlanders er totaal geen zin meer in heeft. Dat is toch, voor een democratie lijkt me dat niet gezond. Nee, het is heel ongezond. En in die zin is natuurlijk ook elk tijdsgevecht heeft zijn eigen omstandigheden. En toen het begon in de jaren 70 waren hele andere omstandigheden dan de jaren 80. En mijn generatie, toen wij jong waren, toen de generatie niks heette, toen gebeurde er helemaal heel weinig. Voelde me ook niet echt thuis in die generatie. En nu is de situatie weer heel anders. Mensen zijn ontzettend teleurgesteld. Er is ongelooflijk wantrouwen. Dus ik zeg niet dat het makkelijk is om dat te doorbreken. Maar ik denk wel dat wij de enige zijn, hoe wij in de maatschappij staan en het contact wat we met de mensen hebben, die dat kunnen doorbreken. En die de mensen wel weer die positieve hoop kunnen geven dat het anders kan. En dat moeten we denk ik gewoon. Dat is altijd onze missie geweest, maar ik denk nu meer dan ooit. En ik zeg niet dat het makkelijk is, omdat mensen zwaar teleurgesteld zijn. Je ziet ze ook naar rechts hellen. Ja, jullie zien het allemaal. Je hoort het als je met mensen spreekt. Ik ben wel heel optimistisch over de generatie nu. Kijk, wat je ook hebt zien gebeuren. Ik merk dat ook als ik met mensen discussieer, en dat vind ik wel heel verontrustend, is in de tijd van 72 tot nu zijn mensen natuurlijk ook een beetje vergiftigd. Mensen zijn, wat je zaait, dat oogst je. Ja. Mensen zijn natuurlijk gevormd door, je moet voor jezelf opkomen. Gevormd door, we lossen het niet de dingen samen op. Nee, iedereen moet zich eigen opkomen en het is ook normaal om veel geld te verdienen. En het is ook normaal om als dat ten koste van anderen gaat. En dat is nu eenmaal hoe de wereld in elkaar zit. En dat neoliberale denken en dat het alleen maar om commercie en centen draait, dat is ook in hoofden van mensen gaan zitten. Dat je voor jezelf opkomt. Het is misschien heel link om het te zeggen, maar ik zie dat nu bij bepaalde protesten ook. Ik zie die boerenprotesten en ik heb absoluut met ze te doen. Maar je ziet nu wel heel veel protesten gaan over mensen die voor hun eigen belang opkomen. En als ik daar dan een beetje kritisch op ben, dan zegt ze, ja, jij protesteerde toch ook altijd? Jij was er ook bij de demonstratie. Ik zeg, ja, maar dan ging het nooit om mijn persoonlijke belang. Het ging altijd over het maatschappelijk belang. En dat moeten wij bij de mensen weer tussen de oren zien te krijgen. Maar mensen zijn natuurlijk een beetje gebrainwashed de afgelopen 25 jaar. En daar moeten wij echt keihard aan werken om die brainwash weer recht te trekken. Ik denk dat dit een heel mooi opzetje is voor het plan Remy. Ja, en voorafgaand aan daaraan. Kijk, het is zo dat de overheid, daar hebben de mensen de pest aan. Ja. En wij zijn al lang in de Kamer, dus de overheid. Ja. En dat moeten we zien te doorbreken. Nou, dat is wat anders. We hebben de PVV die alsmaar doet dat hij er niet bij hoort. Terwijl die er langzittend is en daar woont ongeveer. Hij mag er niet weg. Hij mag er niet eens weg. Maar ja, dat is heel ernstig. Maar kijk, ik bedoel, er broeit iets onder de mensen nu. De boeren, waarom zijn die boeren zo pisnijdig? En een aantal acties vind ik prima, een aantal acties denken, joh, jullie rijden gewoon helemaal de verkeerde kant op met die trekkers. Want ze zijn tegen de regering en niet tegen het landbouwbeleid van de afgelopen 40 jaar. Waardoor ze aan alle kanten genaaid worden. Het gemiddeld, het inkomen van 40% van de melkveehouders, het gezinsinkomen, dus het inkomen wat ze kunnen besteden, dat is minder dan 22.500 euro per jaar. Dat is onder de armoedegrens.
Ze hebben geen honger, want ze hebben een eigen moestuin natuurlijk. En dan wordt er eindelijk, na Mansholt, wordt er een besluit genomen dat er aan productiebeheersing gedaan moest worden. Te veel eieren, te veel melk, dus melkquotum. Dat wordt door die neoliberalen, ondersteun van de Partij van Arbeid, verdomme weer afgeschaft. Dus die boeren zeggen, meer koeien, want meer melk is meer inkomsten. En ik heb nou te weinig. En dan moeten ze een nieuwe stal bouwen. En dan moeten ze naar de bank. En de bank zegt, ja, maar je bent wel kredietwaardig, maar dan moet je er wel 20 koeien bij nemen. En zo zijn ze groot geworden. En nou krijgen zij de schuld dat het fout gaat. Dus dat wabbelende beleid, dat geeft de boeren niet alleen boos, maar ook gewone mensen. Want waar is Den Haag mee bezig? Als er een probleem opdoemt, bijvoorbeeld rondom woningnood of een milieu, wat dan ook, dan komen ze altijd met oplossingen zonder een analyse van het probleem te hebben. En die oplossingen meestal nog erger dan de situatie als je was. Of je kan je op je vingers natellen, net zoals toen ze de markt vrijmaakten voor de volkshuisvesting, dat het uit de klauw zou lopen. Een heleboel van de Kamer is, geloof ik, denk 80% bezig met aan herstellen van oude besluiten. En dat zonder een analyse. En er is niet één partij, behalve de SP, die een analyse maakt. Ook de Suzanne. Neem nu GroenLinks partij van haar met het prijsplafond. Het prijsplafond. Ik dacht, nee. Het prijsplafond, dat betekent dat ons geld naar die energiebedrijven zakken gaat. En als de staat boerenbedrijven 500 piekbelasters uitkoopt, dan gaat dat geld niet naar het landschap of naar het platteland. Dat gaat gelijk naar de bank. Want dat is de schuldeisenaar. Dus ze maken er een nog grote tering als ze iets verbeteren. Ze nou, dat moeten we duidelijk maken. Wat je eigenlijk ziet. Nou. Toch? Je ziet dat de oplossing voor de chaos die het neoliberalisme en het kapitalisme hebben gebracht, de oplossing daarvoor zijn weer denkrichtingen in dezelfde denkrichtingen van het kapitalisme. En daarmee worden we steeds verder het moeras ingetrokken. Ja, dus niks, het is over met neoliberalisme. Nee, wij moeten echt alles op alles zetten om mensen dit soort verhalen te vertellen. Dat doen we natuurlijk ook. En ik ben ook ontzettend trots op de actie die we nu voeren met het tegen die energiebedrijven, dat het weer genationaliseerd moet worden. Niks prima dat prijsplafond om nu even een pleister te pakken op de wond. Maar we moeten de wond genezen. En dat kan alleen als we dat soort dingen weer in eigen hand nemen. En ik ben er trots op dat wij als SP nu het voortouw nemen om die fundamentele actie volle bak te voeren. En zo is het toch? Ja. Ja. Remy. Een plan. Kom, het plan. Plan. Je hebt een minuut. Het is een gedachte. Een gedachte van. Kijk, toen we vroeger met die sterrenzamine al die wijken moesten, dat gebeurt nu allemaal digitaal. En wat denk ik dat ik zie, dat die digitale wereld, Facebook en zo, dat door rest, dat zijn de nieuwe straten, de nieuwe pleinen, de nieuwe woonwijken, die zitten eigenlijk achter een schermpje. En de mensen zitten individueel thuis. En we zien dat de rechtse kracht in onze samenleving, dat die actief gebruik maken van de Twitter en de hupplepup. En natuurlijk gaat de media mee, want als iemand van die rechtse hoek iets twittert, dan is het de volgende dag nieuws. En als wij iets verstandigs zeggen, dan ja, dat is maar gezegd. Dat horen we niet. Dus ik denk dat we een combinatie maken, de strijd van voor 94, dus met de pamfletten en de stersenmachines enzovoort, en als we naar de deur en aanbellen, dat we nu een aantal mensen bij elkaar moeten halen die verstand van dat wereldje hebben. En ook mensen die er absoluut geen verstand hebben, maar een politieke analyse hebben, die bij elkaar zetten, zodat wij als partij ook de digitale straat gaan veroveren. Dat wij, je kunt de digitale handtekening ophalen, maar als er 10.000 mensen hebben getekend, dan gaan wij ervoor zorgen dat die 10.000 mensen uitnodigen om in een zaal bij elkaar te komen. Maar als van die 10.000 er 2% komt, heb je een volle zaal en heb je een comité om op straat actie te voeren. Die combinatie van digitaal en de straat, denk ik dat we daar eens een keer goed over na moeten denken hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Normaal spreek ik die dingen altijd van tevoren, maar ik denk dat maakt het maar niet zo. Maar ik ben wel heel blij, Remy, dat je het hebt over de combinatie. Ja. Want jij leeftijd mag gaan voor de digitale snelweg, maar ik denk dat heel veel jonge SP'ers nu vooral ook dat contact onder elkaar met de mensen moeten maken. Wat jij zegt, terecht, ook terug hoe we begonnen zijn. Want wat ik daar straks zei over die brainwash en daar iets aan doen,
dat kan niet via de digitale snelweg. Daar moet je mensen in de ogen kijken en met elkaar in gesprek gaan. Maar je kan ze vinden via dit. Zeker. En daarna haal je ze naar binnen, naar hier of weet ik veel waar, in welke buurt kom je, buurtzaaltje dan ook. Oké. Dat ze elkaar zien. Agnes en Remy, bedankt. En dit niet te vergeten. Agnes, was goed, hè? Ja. Dat was wel leuk, joh. Was wel leuk, hè? Ja. Hans, bedankt. Heel erg bedankt. Remy en Agnes, Hans, heel erg bedankt.